4 september is het Duurzame Dinsdag en op deze dag wordt er een koffertje aan het kabinet aangeboden met de meest duurzame ideeën van Nederland. Een van de duurzame plannen is het Bewust Bezorginitiatief van thuiswinkel.org en met dit initiatief helpen we de e-commerce sector om nog duurzamer te worden en consumenten duurzame keuzes te laten maken. Dit initiatief is in lijn met de klimaatdoelstellingen die gesteld zijn door het Nederlandse kabinet. En wij hopen daarom ook in de toekomst verdere stappen te zetten samen met het kabinet naar een nog duurzamere sector.